Op de boerderij zijn zoveel dieren. Het is een drukte van de land. Nou, Brenda, we zijn toe aan het volgende dier. En ik weet nog niet precies wat er uit vandaag gaat komen. Kun je ons een hint geven? Ja. De dieren waar we nu bij staan, hebben 4 poten. 1, 2, 3, 4. Ja. En ze kunnen hele mooie bokkensprongen maken. Bokkensprongen, ja, oké. Okay. En als laatste tip, ze zeggen... Ik denk dat ik het al weet. Schapen. We gaan eens even kijken. Komen ze al? Elke deur. Oh, ik hoor daar. Kijk, hoor je dat? Ja, goed. Kijk dit nou. We hebben allemaal lekker krachtvoer en kruisbrokjes hebben we gekregen. En we hooien in de ruiven. Ja? En de geiten zijn er klaar voor. De geiten zijn er klaar voor. En ik ben er ook klaar voor. Nou, ik zeg gewoon open die deur. Ze hebben haast en honger. Kijk dit nou. Kijk, er staat gewoon een geitje in de ruif. Moet je kijken, zie je dat? Die is er gewoon ingeklommen. Hallo zeg. Wat een malligheid. Zeg John, nu ze hier zo rustig aan het eten zijn. Deze geiten hebben allemaal een soort zebrastreep op hun rug. Kun je ons daar iets over vertellen? Dat is de lakenvel, zeggen. Ze hebben allemaal een laken over hun lichaam heen. Even kijken of ik het goed zeg. Lakenveldertekening? Ja, net als onze koe Noortje. Een lakenvelderkoe. Zo hebben we ook lakenveldergeiten. Dus deze geiten worden speciaal gefokt op dat witte streepje op hun rug? Ja, en het witte laken rondom de rug. En dat is gewoon omdat dat mooi is? Omdat het mooi is. Op de boerderij zijn zoveel dieren. Het is een drukte van de land. Je kunt er altijd wat beleven. Op de boerderij is een dag zo. Zeg John, heb jij nou eigenlijk ook een lievelingsgeit? Ja. Ja? Dat heb ik altijd. Ja, en wie is dan de lievelingsgeit? Dat is onze Fleur. Loopt die hier ook rond? Die loopt hier niet, die zit hier de andere kant. Daar gaan we zo meteen naartoe. Dat is een goed idee. Hey, we zijn hier beland bij Fleur, de lievelingsgeit van John. Ans, waarom is Fleur nou zo'n leuke geit? Wat is er zo speciaal aan Fleur? Nou, dat zal ik vertellen. Vroeger de donkere duinen, waar John alles deed, ja? Is Fleurtje geboren. En ondertussen is hij 25, John. 25? 25. John is erbij gekomen, dat is wel is even leuk. Dat is de oudste geit. Dus dit is de oudste geit van de hele Helderse Vallei. De hele Helderse. Ik kan het ook wel een beetje zien. Ze is een beetje kaal op de koppie of zo. En hier zo, bij de nekkie. Dus dit is jouw lievelingsgeit. Ja. Kijk, John vindt hem echt lief. Dat kun je zien, want hij is hem aan het knuffelen. Ja, maar deze geit is al zo... Oh! Deze geit is al zo oud. Het is eigenlijk gewoon een oma-geit. Over geitjes, dan kun je altijd een vraag mailen naar de Helderse Vallei. En dat kan naar educatie@deheldersevallei.nl.